Hoe zorg je ervoor met weinig energie dat je toch een hele goede training kan behalen? En het leuke aan energie is dat die maakbaar is voor een heel groot gedeelte. Enerzijds, wat een hele fijne kan zijn, hey, is veel water drinken. Drink maar eens een hele bidon leeg, een liter water en kijk hoe je je daarna voelt. Zeker een tip om een keer te gaan toepassen uh, als je je minder energiek voelt. Ondergehydrateerd zijn maakt dat je hey, energieloos bent. Een andere is dat je jezelf energie kan geven. Als je sneller gaat praten, als je sneller gaat bewegen. Ga maar eens twintig keer springen in, de, in je woonkamer nog. Dat je er super veel zin in hebt. Ervaar je al meer energie. Ga met jezelf afspreken. Hé, hey, ik kan naar die sportschool toe. En ik ga de eerste set ga ik alles geven. Daarna mag ik lekker naar huis. Je gaat naar die eerste set merken dat je zoveel meer energie hebt. Als je alles gegeven hebt. Op deze manier zorg je ervoor dat je in kleine stapjes echt een briljante training gaat hebben. Wil jij meer van dit soort tips ontvangen? Volg mij dan vooral voor meer.